Ik wou even een filmpje maken van mijn middengolfantenne. Ik heb te maken met een enigszins lastige roderik. Ik wou vertellen dat ik erg tevreden ben over dat ding. Dat ik ben niet zo'n middengolfluisteraar. De antenne werkt toch wel erg goed. Ja, je ziet het. Roderik die wil, die heeft een grote belangstelling voor techniek. Hé, Roderik, wat is dat? Maar je kunt het ding aansluiten op de Texan ontvanger. Maar je kunt hem ook bij een andere ontvanger zetten die een Ferrit antenne heeft. En dan breng ik hem zo helemaal niet goed in beeld. Maar met die Ferrit antenne dan kun je hem gewoon koppelen op een centimeter of 20, 30 afstand van je ontvanger. En dat is al voldoende om te gebruiken. Kijk, hij wil hem al te grazen hebben. Loopantenne. Ik zal binnenkort een keer een filmpje maken met de werking van het ding. Want dat is ook wel erg leuk. Dan kun je horen hoe spectaculair dat ding is. Dat ding is super smal. Als je een afstandsknop draait, je hebt gewoon moeite om hem af te stemmen. Maar het maakt veel uit. Ik denk in de B of 10 zeker. Zowel storing als in signaal. Signaal is niet harder, maar nou ja, dan is het, even kijken, dus 10 dB afstand denk ik in signaalruis. Maar er zijn verschillende stations die ik met deze antenne wel kan horen en op een originele antenne niet. En dat gewoon binnen. Op de zolder gaat het nog beter. Dus als ik daar ga staan, dan kan ik echt veel meer stations horen. Dus de hoogte maakt wel uit. Maar nee, een leuk ding. Je moet wel van middengolf houden, van hoe heet dat, de low power stations en zo, hè?